Nemma praten, gitter allerbeugend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Volgende week, donderdag, is het Witte Donderdag en dan wordt op de televisie The Passion uitgezonden. Gaat u die kijken? Ik denk het wel. Ik vind het altijd wel een knap gebeuren hoe ze het in elkaar zetten allemaal. Ik vind het wel leuk. Of wel leuk, het is misschien niet het goede woord ervoor, maar ja, ik ga eerst zeker kijken. De muziek die er dus gespeeld wordt en gezongen wordt, ik vind het wel passen in deze tijd. Zeg maar de moderne muziek en dergelijke. Ik vind het wel iets hebben. Ja, het heeft wel iets, inderdaad wel iets emotioneels, ja. Als je er ook goed over nadenkt. Ja, absoluut. En dan wordt het deze keer in Dordrecht. En veel mannen en dames dragen het kruis. Als ze het zouden vragen, zou u daar meedoen? Nou, dat weet ik niet, want ik ben niet katholiek. Maar het blijft in principe natuurlijk wel... Ja, waarom zou ik niet meedoen eigenlijk? Ik zou ook niet weten waarom ik niet mee zou doen. Ik ben niet heftig gelovig, maar ja. Ja, het klinkt misschien heel raar, maar het heeft wel iets. Het heeft wel iets. Ja, absoluut. Nee, daar kijk ik niet naar, nee. Ook niet vanwege de mooie muziek? Nou, ik vind wel mooie muziek hoor, maar ik kijk er niet naar, nee. En wiegen wordt ook het kruis gedragen. Gaat u soms naar wiegen kijken? Nee, ik ga niet naar het kruis en wiegen kijken, nee. Nee. U heeft helemaal daar niks mee? Nou, ik ben wel rooms-katholiek, maar niet wel praktiserend. Nee. Nee, het is ieder jaar hetzelfde. Het thema is hetzelfde. En dat boeit me niet zo. Nee. Hier in Wijchen wordt ook het kruis gedragen. Gaat u daar naar kijken? Nee. Ik woon niet in Wijchen. Oh, u woont niet? Nee. En als u zouden vragen om mee te lopen... Nee, ook niet. Nee. Ik ben echt rooms-katholiek opgevoed. Vroeger waren de Welpen, de Verkenners, ga ze maar door. Allemaal in het kader van de parochie. Dat zit helemaal diep in me, maar gaandeweg mijn leven is steeds meer mijn ogen opengegaan voor zeg maar, hoe het katholicisme in elkaar zit. Als mensen geloven in het verhaal van Jezus en Christus, dan moeten ze dat vooral doen. Ik heb dat vroeger ook altijd geloofd, ik geloof het niet meer. Maar hoe de Passion nu op televisie is, dat vind ik een beetje een opgeklopte boel. Ik vind het een soort circus geworden met heel veel bekende sterren die daar zijn. En de mensen die daar volgens mij ook komen, daar kijken dan ook naar op televisie. Die komen eigenlijk niet voor het lijdensverhaal van Jezus Christus en de opstanding en dergelijke weer. Maar meer voor de show eromheen. En ja, dat heb ik in mijn hoofd door. En dat is dan een principezaak. En daarom kijk ik dan niet. Het gaat eigenlijk een beetje iets te ver. Een beetje buiten het geheel waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Namelijk het lijden van Jezus Christus voor de mensen. En later uit het graf opgestaan. En dat is het verhaal. Dat wat ik ook vroeger meegekregen heb. Ik vind het een beetje uit zijn verband gerukt met de manier waarop ze op dit moment dat nou eigenlijk doen. Het ziet er allemaal prachtig uit met dat verlichte kruis. Ik krijg natuurlijk wel een paar dingen ervan mee. Maar nee, ik ben niet iemand die daar nu steeds naar gaat kijken. Ja, dat zou wel straks maar zeggen wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. Mag ik u eens vragen, gaat u aankomende donderdag kijken naar de Passion op televisie? Nee. Hebben we nog niet meer nagedacht, dat denk ik niet, want ik heb al biljart donderdagavonds. Dus het biljarten gaat u voor... In dit geval voor op de Passion, voor u? Ja, die afspraak heb ik gemaakt, dus die moet nakomen. Hè? Ja. Dan zijn we met z'n allen en dan kunnen we stoten. Maar bent u sowieso religieus? Of stel dat u nog geen afspraak had gehad, had u dan wel gekeken? Nou, ik niet. Ik ben niet zo religieus. Ik vind het allemaal prima. Ieder moet dat voor zich weten, maar ik ben er niet zo serieus mee. En u, mevrouw? Nee, eigenlijk hetzelfde. Ik vind het allemaal wel goed en ik vind het ook wel leuk hoor, maar och, ja, het zegt me verder allemaal niet zoveel.
Oh, ik ben zeker iemand die zich religieus bewust is. Maar dat gaat bij mij niet via theatervoorstellingen en tv-uitzendingen. Maar dat heb ik een andere vorm voor. Ja. Want wat vindt u überhaupt van het hele project The Passion, zoals dat op tv opgevoerd gaat worden? Ik durf me daar geen oordeel over aan te matigen, want ik weet daar echt heel weinig van. Ik weet dat het heel populair is en door veel mensen bekeken wordt. Maar, op zo'n moment, u staat wel stil van waarom Jezus zijn leven gegeven heeft? Of zijn dat ook thema's waar u zegt, nou, nee, daar sta ik ook niet zo bij stil. Ja, maar dat is dan niet bij mij zo dat dat speciaal met Goede Vrijdag dan gaat starten. Dat is meer op momenten dat daar de inspiratie voor is. En het kan 365 dagen per jaar zijn dat ik me dat soort dingen zich aandienen en dat ik daar eens mee bezig ben. Ja, dus ik ben niet zo van de kerkelijke kalender, om het zo maar te zeggen. Ja. Want bent u ook een beetje religieus ingesteld? Ja. Want als ik vragen mag, staat u dan stil bij de dood van Jezus, wat dat voor ons betekend heeft, of waarom kijkt u? Voor de doden en alles. Ja. Maar door dat denk ik aan al. Ik heb zelf mijn broer verloren, mijn vader verloren. Dus dan leef je toch helemaal mee. Ja. Absoluut, want wat gaat er door u heen als u naar de Passion kijkt? Ja, hele rare rellingen. En kunt u die met ons delen of wilt u die voor uzelf houden? Ik kan die ook delen hoor, maar dat is moeilijk. Ja? Dat is moeilijk. Want wanneer heeft u uw broer verloren? Mijn broer heb ik in 2012 en mijn vader in 2010. En ik heb zelf een man verloren in 1942 jaar. Zo, dat is een hoop ellende kort op elkaar. Dat pakt mij toch af en toe, hè. En daarvoor, dat mag boven God degene zijn die ons beschermt. Ik ken het verhaal wel, maar ik ben er niet verder echt dusdanig mee bezig. En hoe is dat voor jou? Nee, eigenlijk, ja, mijn moeder die is dan wel daarmee opgevoed, maar eigenlijk is het een beetje afgezwakt. En thuis doen we er ook niet zo heel veel mee, dus dan, ja. Kijk, ik weet wel dat het eraan komt en daar ben ik ook wel van op de hoogte. En ik zag ook overal van die posters staan en zo, maar zelf ben ik er niet echt mee bezig, nee. Ja, ik denk toch dat je andere dingen op een leeftijd van 12, 13, 14, dat je andere dingen belangrijker vindt dan dat zondagochtend naar de kerk gaan. En dan vervaagt het toch een beetje. Mijn moeder die komt uit Colombia, dus daar is het heel erg katholiek. En als ik daar ben, ja, ik ben dan ook peetmoeder, dat is in de kerk gebeurd. Dus ja, op zich, ja, ik denk wel op redelijke schaal dat ik er toch wel, ja. Maar in een kerk komen of iets dergelijks, is dat nog iets wat gebeurt? Nee, dat doe ik eigenlijk zelf niet, nee, nee. Nee, ook nauwelijks. Dus het kijken naar de Passion, mocht het toevallig aanstaan, dan gebeurt het. Maar anders zou je zeggen nee. Ondanks dat er bijvoorbeeld moderne nummers in komen. Het zijn moderne nummers die ze aanpassen en dan in de Passion gebruiken. Ja, dan is het al, dat maakt het al wel aantrekkelijker, denk ik, om, voor de jeugd om naar te kijken. Ja, en wie weet zet je het inderdaad op en dan kijk je ernaar. Terwijl je misschien, weet ik het, iets anders aan het doen bent nog. Ik weet al heel lang dat we allemaal moeten lijden om de beleving van het Pasen ook te kunnen beleven, zeg maar. Door het kruis naar de verrijzenis. Ja. Want, de paasgedachte, ja. Want heeft u een bepaalde gedachte ook waarom Jezus dan voor ons is gestorven? Gaat dat dan door u heen? Nou, ik denk iedereen sterft. En iedereen die sterft, heeft geleefd. En ik vind echt leven is leven met elkaar. En je kan ook alleen maar leven door naar elkaar te luisteren en met elkaar mee te leven. En daar put ik ook de meeste voldoening uit, eerlijk gezegd. En hoe is dat voor u? Voor mij is dat totaal anders. Maar dat durf ik hier voor de microfoon allemaal niet te zeggen. En wat vindt u ervan dat er allemaal moderne nummers dus uitgezocht worden, die ze dan aanpassen aan de Passion? Is dat iets wat kan in uw ogen? Vindt u dat prima? Gerust, gerust. Ik denk dat ze daardoor een breder publiek bereiken. En het leven betekent toch in wezen voor iedereen nog steeds hetzelfde. Ja, ja, iedereen die vult het ook natuurlijk anders in. Ja. Inderdaad waar, hè. Die liedjes die hebben een goede inhoud, goede teksten. Maar als ik Sta wat mater hoor of ik hoor een ander passielied, dan
Dat vind ik wel schitterend ook. En op die avond kan ook wel zoiets erbij. Dus, hè? Ja, het is dus een extra wat u betreft. Iets uit de Matthäus Passion of Johannes Passion blijft altijd mooi om dat ook te horen. Maar met de Passion is een invulling van de tijd van nu. Daar ben ik helemaal sterk achter. Want het is toch gebeurd, dus ik ga verder kijken, hè? Verder kijken. Want voordat dat, want het is eigenlijk een nieuw iets, een aantal jaren dat dat nu gedaan wordt. Hoe ervaarde u het Pasen, zeg maar, voor die tijd? Oh, nou, heel streng hoor. Maar ik ben blij dat ik dat zo niet meer via op die manier. Maar het was kerken en braaf zijn en braaf zijn. Hè? En doen wat de pastoor zei. Voor mij is in wezen Pasen nog steeds Pasen. Ja, oké. Ja. En ik ben ook al in de gelegenheid geweest om ooit met een stukje passie mee te zingen op Goede Vrijdag ooit. Ja. En ja, dat is weer. Toen ik de leeftijd had van de jonge man daar, was Pasen, de week voor Pasen heette Witte Week of Goede Week, alle dagen naar de kerk. Nog steeds. En dan was het Witte Donderdag, het was 's morgens en 's avonds feest in de kerk. Goede Vrijdag om 3:00 op de knieën we de kruisweg doen. En Paaszaterdag om 7:00 naar de kerk gaan, want dan kwamen de eieren uit Rome en die vielen hier op de markt te pletter. En die heeft u ook geraapt toen? Wat zeg je? Die heeft u ook geraapt? Toen hebben ze ook geraapt, ja. En dan s'avonds begon het weer verder het kerkfeest. Ze hebben het vuur in de kerk, een vlam. En dat vuur is bij haar gebleven. Is toch niet gedoofd. Mooi om dat te horen. Ik dank u heel hartelijk voor de medewerking. Tot ziens. Tot de dienst. Ja.